Fintech is hot. Er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in Europa, maar ook in Nederland. 250 miljoen vorig jaar. En ik weet het allemaal vanwege de nieuwsbrief van Holland Fintech, die ik gewoon wekelijks ontvang, waar alles wordt verteld over innovaties van start-ups en wat die eigenlijk doen met de traditionele financiële wereld. Don Ginsel is oprichter van Holland Fintech. Waarom ben je met Holland Fintech begonnen en wanneer is dat gebeurd? Nou, ik heb zelf ervaring opgedaan in het bankwezen en heb daar altijd... ABN AMRO. Bij ABN AMRO inderdaad, bij Deutsche Bank. En met name daar heel erg veel, laten we zeggen, traditionele industrie getroffen, waarvan ik dacht, dat moeten we op een andere manier kunnen inrichten. En met name toen ik op fintech stuitte, een hele grote, laten we zeggen, met name in grote getalen buiten Nederland, zag ik daar hele goede oplossingsmogelijkheden om dingen echt anders te gaan doen. Deutsche Bank, daar ben ik nog ooit een keer verkocht door ABN AMRO met de Deutsche Bank. En dat was een afgrijzelijk proces om verkocht te worden als klant. Maar daar heb je dus ook iets mee te maken gehad. Ja, nog excuses daarvoor. Ik ben inderdaad betrokken geweest in dat proces. Verkocht te worden als bankrekening naar iemand anders en dan ook het internetplatform te moeten overnemen. Oké, maar goed, jij bent dus geïnspireerd geraakt over dat moet anders, al die processen moeten anders. En start-ups die kunnen daarbij helpen. Ja, kijk, uiteindelijk moet gewoon de financiële dienstverlening moet ten dienste staan van de rest van de economie en niet omgekeerd. En we zijn een beetje in de situatie geraakt dat misschien meer het geval is. En we geloven nu dat we dingen meer transparanter en beter toegankelijk kunnen maken door gebruik te maken van nieuwe technologie. En daarmee dus financiële dienstverlening anders. Ja, maar gewoon vooral dan ook allerlei start-ups die kunnen helpen om die ouderwetse legacy, zeg maar, banken en verzekeringen en dat soort dingen, om die soepel te maken. Hoe doe je dat? Nou, met name zijn zeker heel veel start-ups die met hele goede ideeën rondlopen. Het zijn overigens in de financiële industrie heel vaak oud-medewerkers van banken, verzekeraars, pensioenfondsen die uiteindelijk zo'n start-up beginnen. Het zijn vaak wat oudere mensen met ervaring in de markt. En wat natuurlijk de crux is hoe ga je die op een goede manier koppelen aan de bestaande bedrijven. Het is gewoon heel lastig om start-ups met een paar mensen te laten werken met een bedrijf van 100.000 man. En daar zit uiteindelijk ook de crux waarbij we proberen eigenlijk beide partijen daarvoor in de juiste conditie te krijgen. Met elkaar contact te brengen, gelijke kennis te brengen en te zorgen dat we ze helpen om gezamenlijk goede projecten te definiëren. Ik ken het dus van hollandfintech.com, de nieuwsbrief. Daar word ik lekker gewoon geïnformeerd. En daarnaast zijn er dan ook nog evenementen? Ja, we hebben in ieder geval een maandelijkse meetup hier in Amsterdam. En daarnaast organiseren we speciale meetups. Bijvoorbeeld begin maart hebben we er een in Antwerpen gepland. We hebben er ook eentje binnenkort gepland bij de AFM. En zo zijn er een aantal specifieke onderwerpen waar we extra aandacht voor proberen te vragen. We gaan bijvoorbeeld ook begin april naar New York op een handelsmissie. Dus dat zijn evenementen, het is informatie. En hoe help je dan bijvoorbeeld die start-ups om contact te krijgen met die... Met die potentiële klanten en potentiële investeerders? We leggen eigenlijk gewoon rechtstreeks contact. Dus naast dat we partijen graag per ongeluk met elkaar in contact laten komen rondom thema's op onze meetups, hebben wij ook gewoon houden we een database bij van wat partijen zoeken en wat partijen te bieden hebben. En die matchen we rechtstreeks met elkaar. Okay. Hoe financier je dit? Wij werken met memberships. We vragen dus voor alles wat wij doen een fixed fee van onze members per jaar. Waarbij start-ups tot 1 miljoen euro omzet gratis deel kunnen nemen. En vervolgens loopt de membership fee wat op richting de grootste bedrijven. Okay. Hoe was 2014 eigenlijk als fintech branche? Het was heel grappig, want ik denk dat het tot halverwege 2014 compleet stil is geweest in Nederland in ieder geval. En vervolgens daarna een goede najaarstorm is ontstaan op het gebied van fintech. En zo langzamerhand steeds meer mensen, in ieder geval in de financiële industrie, weten wat het is. Zeker ook als je kijkt, internationaal past het ook in de trend. Want we zijn vanuit $3 miljard venture capital in 2013 naar bijna $6 miljard venture capital in 2014 gegaan. Geïnvesteerd in financiële technologiebedrijven. Dus de storm is eigenlijk wereldwijd woedende. En er komt een enorme berg nieuwe oplossingen aan die dingen echt anders kunnen gaan organiseren. Ja, hoeveel is er in Nederland geïnvesteerd in fintech vorig jaar? Zo'n 250 miljoen, waar Adyen met name de grootste portie van te pakken heeft met zo'n 200 miljoen. Hoeveel interessante fintech bedrijven hebben wij in Nederland? Hoeveel echte bedrijven die een beetje al staan, waar echt iets waar je iets van kan vinden? Die jullie in de database hebben die interessant zijn? Nou, wij hebben zo'n 200 bedrijven die we de moeite waard vinden om actueel te volgen. Dus dat is een redelijk grote groep. Die vinden zich in verschillende fases van hun bestaan. Dus er zitten ook een paar hele jonkies bij, maar waarbij we bijvoorbeeld heel veel vertrouwen hebben in de achtergrond van de ondernemers. Okay. Dus je zei al van AFM komt er een evenement. Wat zijn voor dit jaar de plannen? Wat ga je doen?
Dus je gaat naar New York toe, je gaat naar, je hebt wat evenementen. Wat zijn nog andere ontwikkelingen? Want jullie zijn vorig jaar begonnen. We zitten nu bij het Tropenmuseum hier, zeg maar, in de buurt. Ja. Hier deze enorme ruimte, wat gaat hier komen? Dit is uiteindelijk komen hier ook een aantal fintech startups worden hier gehuisvest. Het idee is om uiteindelijk ook een fysieke plek te creëren waar we kennisconcentratie hebben van fintech bedrijven samen met onze organisatie. En daarmee proberen we te zorgen dat we ook een plek zijn waar mensen heel makkelijk naartoe kunnen gaan om aan te haken bij wat er gebeurt. Dus buiten onze events dat ook een permanente locatie er is. Nou, dit is een eerste opstap daarnaar en we zullen uiteindelijk ook langzamerhand willen groeien naar een grotere plek. En de ambitie voor dit jaar is met name eigenlijk te zorgen dat alle actoren die nodig zijn om, laten we zeggen, de innovatie in de financiële industrie te versnellen met fintech, om die allemaal in ieder geval voldoende aangehaakt te hebben en eigenlijk een programma te hebben ontwikkeld om ze mee te nemen. En dan moet je dus denken aan voor investeerders, voor corporates en voor startups als belangrijkste basis. Maar denk daarna ook aan de regulators, denk aan de overheid, denk aan ook universiteiten en dergelijke. Ja, nou is dat inderdaad helemaal op het fintech gebeuren. We zijn ook bezig in Nederland met Startup Delta, om te proberen al die verschillende industrieën en verschillende markten bij elkaar te brengen. Hoe staat dat ervoor? Nou, ik denk dat het een heel goed initiatief is, omdat er heel gefragmenteerd voor startups dingen werden georganiseerd. En als we dat bij elkaar kunnen brengen, en daar denk ik dat Kroes goed voor gaat zorgen, denk ik dat we grote versnellingen ook kunnen bewerkstelligen. Wij zijn in ieder geval ook actief bezig om ze te supporten en bezig met een aantal projecten. Onder andere bijvoorbeeld om early stage financing beter neer te zetten in Nederland. Dus dat is een van de projecten die we bijvoorbeeld samen met hun hebben opgetuigd. Oké, nou laatste vraag. Is er nog één bedrijfje, wat je zegt, die zijn nu bezig met funding en daar heb ik echt heel veel vertrouwen in. En daar moet je eigenlijk gewoon, als je nou wat geld over hebt liggen, dan moet je dat daar als angel investeren. Hè? Dus 50, 100.000 kleine bedragen. Heb je dan eentje die zegt, daar moet je dat interview wat we toen op de website hebben gezet, dat moet je even kijken? Nou, dat vind ik altijd wel heel lastig, want op dit moment heb ik... Een van die 200. Meer dan 10 bedrijven die echt actief op zoek zijn. En dat zijn allemaal echt wel hele goede partijen. Die variëren van compleet nieuwe banken, tot en met payment systemen, tot en met bitcoin gedreven bedrijven. Het varieert heel erg, maar we willen in ieder geval mensen gaan vragen om contact met onze zoekers interesse hebben. Want we brengen ze graag in contact met partijen. En die top 10 die staat op de website? Je kunt altijd een lijstje op onze website vinden, inderdaad. Dankjewel, Dom.